Kunstgemeenschap Hasselt bestaat uit verschillende gebouwen die los van elkaar staan. En de vraag was eigenlijk om een bindend gebouw te ontwerpen. Die de losstaande gebouwen terug met elkaar verbond, maar eigenlijk ook een gebouw die een hart kon zijn voor de school. We hebben een vijftal clusters eigenlijk in het gebouw samengebracht. Enerzijds de gemeenschappelijke ruimte, zoals de ontmoetingsruimte waar we nu in staan. Anderzijds hebben we een stapeling van theorie klaslokalen. Daarbovenop hebben we nog een sportzaal en hebben we nog een afdeling woordkunstdrama. En die zijn eigenlijk in verschillende volumes samengebracht onder één gemeenschappelijke sokkel, waartussen een centrale paasstoel zit die eigenlijk die onderdelen ruimte geeft, een afstand creëert en eigenlijk ook licht binnenbrengt in het gebouw. Wij zijn de laatste 10 jaar eigenlijk enorm gegroeid van 300 en iets leerlingen naar 660 leerlingen, waardoor we natuurlijk heel veel ruimte tekort hadden. Maar ik denk dat we vooral ook een tekort hadden aan ruimte waar leerlingen met kunst konden bezig zijn, met kunstzinnige vakken konden bezig zijn. Danszalen, theaterzalen, studiezalen. Het is een school waar verschillende zaken onderricht worden. En dat je die op een of andere manier met elkaar in relatie brengt. Dat je niet in een hokje zit. Dat je niet voelt dat je alleen maar in je klas zit. En dat je daar opgesloten zit, bij wijze van spreken. Dat je relatie legt tussen die verschillende onderdelen van die school uiteindelijk. En dat je dat ook aanvoelt. Dat je ziet dat je daardoor een soort kruisbestuiving krijgt. Dat je door het gebouw heen iets anders ziet gebeuren. Die misschien interessant is in je opleiding of voor je opleiding. In het latere leven of in de opleiding, dat je daar toch wel breder kijkt dan je opleiding uiteindelijk alleen maar gericht is. Dus het in de relatie brengen van verschillende onderdelen is dat in ieder gebouw uiteindelijk wel belangrijk. In de kunstschool is dat nog belangrijker, maar ieder ontwerp draagt bij tot het verder verfijnen van het in gemeenschap leven en uiteindelijk in elkaar positief beïnvloeden. Onze polyvalente ruimte is vooral een ruimte waarbij we voor ogen hadden om de leerlingen een ruimte te geven die ze konden gebruiken tijdens lesvrije momenten. Per schooljaar een tiental toonmomenten die leerlingen organiseren. Dat kunnen leerlingen zijn van bijvoorbeeld audiovisuele vorming die foto's gaan ophangen. Of dat kan een moment zijn waarbij de leerlingen van woordkunstdrama een toneelstuk opvoeren. Of dat kan een moment zijn waarbij een aantal klassen samen een activiteit organiseren voor het goede doel. Het is een ruimte die we heel veel al gebruikt hebben op dat jaar tijd. Ik denk dat we minstens 1 keer per maand een activiteit hebben in de polyvalente ruimte. En we vinden het ook heel belangrijk dat we dat heel vlot kunnen organiseren. We hebben daar ook alle nodige technische uitrustingen. We hebben daar een beamer die daar vasthangt, we hebben een projectiescherm, we hebben een geluidsinstallatie met boxen die ingebouwd zijn in het plafond. En de geluidsinstallatie die bediend kan worden vanuit de bibliotheek. Dus dat zijn allemaal heel eenvoudige dingen om die polyvalente ruimte zinvol en goed te benutten. Wij zijn ervan overtuigd dat in het kunstonderwijs de bibliotheek een heel belangrijke rol speelt. Ik denk dat het raadplegen van een boek om een kunstwerk te zien of om architectuur te zien zoveel meer zegt dan het op een internetsite snel voorbij te laten gaan. En we willen dat ook wel stimuleren. We willen dat eigenlijk al heel lang, maar tot nu toe hadden wij een klein bibliotheekje in een klaslokaal wat helemaal afgesloten was. En een van onze voorwaarden voor de bibliotheek in het nieuwe gebouw was wel dat de bibliotheek heel toegankelijk werd voor de leerlingen en heel goed aansloot bij de ruimtes waar ze veel zouden verblijven. We hebben in onze nieuwe studieregels opgenomen dat leerlingen dus tijdens de studie de bibliotheek mogen inlopen, een boek raadplegen, meenemen naar de studiezaal. We zijn nog een beetje aan het oefenen, het gaat nog niet helemaal goed, maar we vinden wel dat er al een heel stuk verbetering in zit en we denken ook, we vinden ook dat de studietijd die ze beschikbaar hebben, dat die veel nuttiger besteed wordt. Wat ik heel fijn vind in de nieuwe sporthal is bijvoorbeeld dat de mensen die daar de hele dag lesgeven
dat die ook naar buiten kunnen kijken. We hebben hier een prachtig park achter de school liggen. En de architect heeft op ooghoogte, dus van de vloer tot een 2 meter hoog ongeveer, een raam voorzien. Bijna over de hele breedte van de sporthal uitkijken naar het park. Maar dan, om het te sterke zonlicht tegen te houden, heeft hij daar een klaustra-wand voor geplaatst, waardoor het licht heel mooi gefilterd wordt. Een ander interessant voordeel van de sporthal is dat de drie lokalen gescheiden worden van elkaar door een mobiele wand, dus een wand die naar beneden zakt, zoals dat in zoveel sporthallen is. Alleen is die bij ons heel dik en akoestisch heel goed in orde. We hebben dat ook specifiek gevraagd om te beletten dat mensen die 8 uur moeten lesgeven, gek worden van het lawaai in het lokaal ernaast. En dat is heel goed gelukt. Onze sporthal is ook vrij goed uitgerust voor algemene sporten, basketbal, volleybal. En voorzien van 4 kleedkamers met doucheruimte. En dat hebben we speciaal gedaan om kunnen de sporthal eventueel te verhuren aan buitenstaanders. Wat ook leuk is, vind ik, en dat is niet in alle sporthallen terug te vinden, is dat de hele constructie heel sober is van kleur. We hebben een zachtblauwe vloer, we hebben grijze betonnen wanden en alle technieken die aan het plafond bevestigd zijn, die zijn mooi wit geschilderd. En daardoor heeft dat echt wel heel veel rust in de sporthal. We willen graag een theaterzaal waar we voorstellingen kunnen geven met een echte tribune. Maar het zou jammer zijn om zo'n zaal te bouwen om 10 keer per jaar te gebruiken. We willen echt dat die dagelijks gebruikt wordt en ganse dagen van 's morgens tot 's avonds. En dan hebben we het idee uitgedacht om die grote theaterzaal te verdelen in 4 kleine klasjes die van elkaar gescheiden zijn met een mobiele wand. Een aantal voorwaarden waren dat elk klasje autonoom zou kunnen werken, zou kunnen bestaan, zou kunnen uitgerust worden met de nodige technieken, licht, geluid. Dat elk klasje een zwarte doos is en dat er bijvoorbeeld een vloer is waarop gedanst en gesprongen en gezongen kan worden. Dat is gelukt. Dus we hebben nu zo 4 klasjes. Ja, we zijn echt blij dat het zo gegaan is. En wanneer we de 4 wanden wegzetten, dan hebben we echt een heuse theaterzaal met een tribune, een uitschuifbare tribune, met zeteltjes voor 120 mensen. En daarboven ook nog eens een regiekamer, dus dat is fantastisch. We hebben op een zeker moment een keuze moeten maken, 4 jaar geleden ongeveer, bijvoorbeeld hoe dat we een klas gingen uitrusten. En we hebben dan echt gekozen voor moderne digitale borden, die op dat ogenblik zelfs nog niet op de markt waren, maar we moesten die wel gaan beschrijven om zeker te zijn dat we ze achteraf zouden krijgen. Maar we hebben dus nu in 7 van onze klassen een heel interessant digitaal bord, dus te zeggen een touchscreen waar de pc ingebouwd is. Waarbij je dus van al die kabels afzijt, waarbij je van de beamer afzijt, waarbij je een fantastisch scherp beeld hebt. Het is alsof er een grote iPad aan je muur hangt. Dus we hebben zo 7 lokalen die zo uitgerust zijn en we hebben die eigenlijk toegewezen aan leerkrachten waarvan we zeker weten dat ze het onderste uit kan halen van die digitale borden. Het zou jammer zijn moesten we zo'n bord alleen maar gebruiken als een projectiescherm en verder niks. Dan kan dat even goed op een witte muur gebeuren. We zitten hier met een studieruimte die onder een muziekklas zit. We zitten met een grote theaterzaal die ook akoestisch moet volledig ontkoppeld zijn van de andere ruimtes. Dus zo hebben we eigenlijk verschillende zaken eigenlijk die hier ook terugkomen. Maar we zijn daar niet uit de weg gegaan ook. Ik bedoel, je kunt ook die zaken volledig uit elkaar leggen, waardoor dat je uiteindelijk ook geen relatie legt. We hebben die dingen juist bij elkaar gebracht, waardoor dat je natuurlijk ook wel bepaalde eisen moet stellen aan muren, meer eisen moet stellen aan muren, vloeren, wanden, plafonds, weet veel, naar geluidsisolatie, naar akoestiek toe. Dat zijn 2 verschillende dingen natuurlijk. Maar dat moet je wel doen. En je kunt het zodanig inderdaad verspreiden, dat je geen enkele relatie meer hebt en dat je ook geen schoolgemeenschap meer hebt. En dat is wel belangrijk.
We hebben het natuurlijk over akoestiek. De akoestiek is sowieso belangrijk, maar dat is in ieder gebouw zeer belangrijk. Maar hier zoveel te meer, omdat het ook over een gebouw kun je zodanig ontwerpen dat het zogenaamd gezellig en goed en welvallend uitziet, uiteindelijk, of aanvoelt. Terwijl als, met een slechte akoestiek dat je ieder zogenaamd goed gebouw kunt compleet de diepere kin gaan ermee, omdat het afschuwelijk is, dat je je niet goed voelt. Dit is in een restaurant zo, dat je een zo slechte akoestiek krijgt, terwijl die misschien met de warmste materialen is gemaakt, dat je zegt van ik loop hier buiten, want dat werkt niet. Terwijl dat je met de meest koude materiaal, met de warme akoestiek, met de goede, de juiste, perfecte akoestiek uiteindelijk, daar een ongelooflijk gezellig restaurant of school of eender welke andere functie kunt vermaken. Als we in het algemeen bekijken, dan denk ik dat het gebouw echt wel een heel goed welbevinden geeft aan de meeste mensen die het gebruiken, zowel aan het personeel als aan de leerlingen. Omdat het gebouw tamelijk clean is. De wanden zijn wit, dat leent zich perfect om toonmomenten te organiseren, om tentoonstellingen te organiseren. Maar vooral belangrijk is in het gebouw is eigenlijk dat het heel veel licht en lucht en ruimte geeft. Ik denk dat dat niet altijd bewust beleefd wordt door iedereen. Maar ik denk wel dat het een aangenaam gevoel geeft. Ik ben ervan overtuigd dat onze leerlingen hier heel graag zijn. Al de kinderen die hier rondlopen, die lachen en die zingen en die dansen en die springen hier rond op hun blote voeten. Dus ik denk dat dit gebouw een hele goede invloed heeft op het aanvoelen van de leerlingen. Vooral die architectuur volgen, die met architectuur bezig zijn, die voelen wel dat ze hier een heel bijzonder gebouw hebben. Dat niet zo evident is om in elke school die ruimtelijke ervaring te hebben. Die ruimte boven aan de theaterzaal aansluitend, dat voelt als een kathedraal. En ik kan me voorstellen dat de leerlingen dat ook wel voelen.